Ik heb met het idee besteld van oké, het wordt bijna herfst. Oh mijn god, daar ging een oorbel. Mijn huid komt ook echt uit die gaten gepeld. Er zit hier nergens een gat of zo. Ik heb echt alles bekeken. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Shein video. Vandaag heb ik een mega grote Shein shoplog voor jullie. Ik heb ook nog een leuke kortingscode, die ga ik zo even vertellen. En het thema van deze Shein shoplog is back to school. Ja, sorry dat ik het er even in moet gooien, maar school gaat gauw weer beginnen. We hebben nu nog zomervakantie, als het goed is. Misschien ben je ook wel gewoon nog aan het werk of heb je nog herkansingen. Kan allemaal, maar in ieder geval in september voor de meeste mensen dan begint het nieuwe schooljaar weer. En Shein heeft me gevraagd of ik vandaag back to school outfits aan jullie wil laten zien. Dus ik heb voor 20 items besteld. Best wel veel, eigenlijk pittig veel. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten van de items die ik heb besteld. Alle outfitjes en zo. Gewoon alles, het hele overzichtje vind je in de beschrijving. En ja, laten we snel beginnen met deze Shein shoplog. Alles zit dus in deze doos. Ik vind altijd maar knap hoeveel hierin kan. En hij is echt super zwaar. Ik zet hem even naast me neer. Ik pak namelijk even mijn mobiel voor de kortingscode. Want dat is me er nog wel eentje. Je krijgt 15% korting met de code BTC618. Ik zet hem hier in beeld. Daarmee krijg je 15% korting op je order bij Shein. Hoeft niet per se dus op deze items die ik nu ga laten zien. Je krijgt gewoon met die code op de hele Shein website korting, dus dat is heel erg fijn. Laten we snel beginnen met deze Shein unboxing, want het is veel. Ik heb met het idee besteld van oké, het wordt bijna herfst. Soort van herfst en winterpersoon, me. Maar ja, ik vind het dan zonde om dan nu nog heel veel zomerdingen te bestellen of zo. Dus ik heb best nog wel wat herfstdingetjes besteld, wat ik gewoon ja, perfect in de september eigenlijk kan gaan dragen. Oké, allereerste item. Is deze prachtige sweater. Ik vind deze zo leuk. Zo'n mooi kleurtje. Kijk nou. Perfect babyblauw. Het is wel weer zo'n stofje wat ik ooit ook in de sweater van Shein heb gehad. Die ik gewoon niet heel chill vind. Waar je gewoon echt van gaat zweten. Ik ga even kijken hoe dat heet. Waarschijnlijk weer polyester. 100% polyester. Ja, ik vind dat gewoon niet een heel fijn stofje. Het is wel super zacht hoor. Maar ik weet niet. Ik ga er gewoon best wel snel van zweten. Maar het is in ieder geval deze sweater. En ik heb hem expres heel groot besteld. Want ja, dat vind ik echt leuk. De laatste tijd stotter ik. Ik weet niet hoe het kan. Ik merk het echt met video's opnemen vooral. Dat ik heel erg stotter. Dus sorry. Geen idee. Opeens heb ik dat of zo. Maar in ieder geval deze sweater. Wat staat erop? Dreams are closer than they appear. Yeah. En deze sweater die kost 12 euro. Toevallig ligt het erboven. Maar ik heb het dus in gedachten met deze outfit. Deze heb ik ook in een maatje S. Ik heb altijd van Shein. Ik zal het hier neerzetten. Maatje S. Ik ben 1,69. Schoenmaat heb ik maat 39. En ja. Ik heb het vaak binnen een week al binnen de bestelling. Dus dat is heel chill. Oh, wat lelijk. Huh, is dat ook op de foto? Oh ja, dat is ook op de foto. Maar het is best wel lastig te zien. Ik had het niet gezien. Maar het geeft niet, want de sweater valt er overheen. Maar je ziet namelijk, het is ook echt niet mooi gedaan eigenlijk. Kijk, ik weet niet of het te zien is. Maar het is gewoon een zwarte, of eigenlijk donkerblauwe stiksel is er gebruikt. En hier zie je ook echt van die puntjes. Maar op zich, dit is zo'n pleated skirt. En dit vind ik dus echt leuk met een hele grote sweater erboven. Nou heb ik al een aantal van deze rokjes gehad. Maar elke keer zijn ze mij echt veel te kort. Dat het gewoon echt niet kan. Dus ik hoop dat deze wat langer is. Volgens mij heb ik deze... Oh, in de maatje S dus ja. Maar ja, ik vind het gewoon die... Ja, die stiksel wat er gebruikt is echt niet mooi aan de bovenkant. Maar goed, ik heb er een grote sweater over. Dus als het goed is valt het er mooi overheen. Dus dan zie je het niet. En dit rokje die kost 13 euro. Dan het allereerste outfitje. De sweater die zit echt super lekker. En hij is alleen wel echt huge zoals je kan zien. Dit is een S. Dus ja, ik zou hem gewoon een beetje zo oprollen. Nou en het rokje die zit dus ook eigenlijk heel goed. Dus ik vind dit echt een mega leuk. Oh mijn god, daar ging een oorbel. Nou ja, een mega leuke outfit. Zo boven elkaar. En toevallig heb ik dus nu sokken aan van Stradivarius. En die matchen erbij. Leuk!
Oh. Dus ja, dat is dit outfitje. Heel leuk. Met Dr. Martens eronder. Misschien een panty als het wat kouder is. Dan heb ik nog wel een zomers outfitje. Maar die heb ik gekozen omdat ik hem echt heel erg mooi vond. Ik heb al een soort jurkje in dit printje van Lovies. Maar ja, ik vind dit zo mooi. Oh, ik heb helemaal zin om deze aan te doen. Dit is het jurkje. Echt, I love it. Echt heel leuk. Dus als het nog een keer leuk warm weer wordt, doe ik deze aan. Dit is een printje. Echt van dat roze met paarse bloemetjes. Heel vrolijk. Ik hou ervan. Je kan hem zo dragen, maar ook gewoon off the shoulder. Ik vind het zelf zo wel heel mooi. En voor de rest is hij dus een beetje gedrapeerd. Waardoor het echt perfect aansluit aan je lichaam. Deze heb ik in een maatje S. En deze kost 19 euro. Dan het volgende jurkje. Echt super leuk. Ik moet zeggen, hier beneden. Dit zit echt mega strak. Heel strak. Maar ik krijg hem niet bij mezelf dicht. En als hij dicht zou zijn, dan zou die denk ik echt heel erg leuk zitten. Maar er is niemand die mij nu even kan helpen met de rits. Maar het jurkje is echt, ja, super leuk. Hij sluit gewoon heel erg mooi aan. Het schijnt ook niet door, want er zit een onderjurkje onder. Maar alleen die hier beneden, dat stofje, zeg maar, dat... Ja, dit bloemenstofje rekt echt niet mee. Dus dat zit best wel strak. Maar heel leuk. Laatst ben ik echt wel weer van de kleurtjes. Oh ja, dit vond ik echt ideaal om gewoon te hebben. Dit is eigenlijk best wel een basic item, maar ook super leuk om gewoon naar school aan te doen. En altijd handig om te hebben, gewoon met een leuke spijkerbroek of zo. Het is namelijk dit shirtje. Het is wel een cropped-achtig shirtje, dus hij is niet heel lang aan de onderkant. En dan heeft hij gewoon een hele mooie ronde hals. En hij is dus baby roze of lichtroze. Echt heel leuk. Super simpel, lekker gewoon lange mouwtjes, ronde hals, wat korter aan de onderkant. Maar perfect boven een leuke spijkerbroek. Dus dat is dit topje. Dit shirtje die kost 5,99 euro. Dan het topje. En het topje die zit gewoon echt heel goed. Ik vind deze echt super leuk. Het is gewoon echt een heel mooi kleurtje. Ik heb alleen niet de goede BH aan voor deze video. Maar hij zit gewoon echt heel lekker. En echt heel blij met deze. Ik vind hem echt leuk. En ook boven deze broek. Dus dat is dit topje. Het volgende item. Ik heb dit keer namelijk best wel wat broeken besteld bij Shein. Ik vind de broeken dus van hun best wel chill. Dus ja, ik hoop dat het ook gewoon nu weer goed zit. Nou moet ik zeggen dat ik dus eigenlijk altijd een 36 heb. En bij Shein bestel ik ook altijd een maat 36 van broeken. Maar ik weet niet hoe het komt, maar de laatste ben ik een beetje afgevallen of zo. Ja, niet bewust. Het is gewoon gebeurd of zo. Geen idee. Dus de broeken zitten bij mij de laatste tijd gewoon allemaal, gewoon alles wat ik heb, te los. Dus nou twijfel ik of ik over moet gaan op een maatje 34. Maar ja, geen idee. Ik heb gewoon de 36 besteld. Dit is de broek. Lang verhaal. Het is gewoon een hele simpele spijkerbroek. Een mooi blauw kleurtje. En dan heeft hij nog een gat bij de knie. En hij is dus flared met een split. Ja, en deze leek mij dus leuk met dat roze shirtje wat ik net liet zien. Dus dat is deze spijkerbroek. Hij ziet er echt heel goed uit. En ik ben echt heel erg te spreken over de broeken van Shein. Ik hoop dat dat bij deze ook zo is. Hij heeft hele mooie zakken. Ook nog kontzakjes. En ja, verder heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Misschien het enige minpuntje wat ik kan zien en vertellen, zeg maar, is dat ik het kleurtje wat saaier vind dan op de side. Ja, ik weet niet, ik vind dit kleurtje best wel een beetje een saaie blauwe kleur. Ook best wel heel blauw. Ik moet naar de apotheek zo. In ieder geval een beetje saai kleurtje, maar misschien als je hem leuk stelt, dat het hartstikke leuk is. En deze broek heb ik in een maatje 36 en die kost... En hij kost 20 euro. Dan deze broek. En deze broek vind ik eigenlijk een beetje saai. Ja, ik weet niet. Ik vind... Mijn huid komt ook echt uit die gaten gepeld. Het zit best wel strak of zo hier. En ik vind die gaten ook niet heel mooi of zo. En de kleur vind ik ook wat saaier. Een beetje van het... Ja, het is echt van een blauwe... Blauw-blauw, zeg maar. Maar hij zit wel echt verder heel lekker. Hij is ook wat te lang. Dus dat is deze. Het volgende item vond ik ook echt een perfecte basic eigenlijk. Wat je gewoon in je kast moet hebben eigenlijk. Ik mis de laatste tijd dus in mijn eigen kast heel veel leuke topjes. Ik heb heel veel shirtjes, maar geen leuke topjes, zeg maar, die ja, net wat anders zijn. Dus ik zag deze en ik dacht, ja, dit vind ik wel leuk. Ik was dus eigenlijk een beetje klaar met die one shoulder topjes, maar deze vond ik dan wel weer heel leuk. Hij heeft namelijk een pofmouwtje en voor de rest is die dus gewoon lang, zwart en hij is geript. Dus ja, dit is gewoon eigenlijk altijd wel handig om te hebben en ik denk dat het ook heel erg leuk is. Ik heb namelijk zo'n zwarte losse broek.
En ik denk dat dat heel erg leuk is met deze boven. Dat het wat chiquer eruit ziet. Dus ja, dat is deze. Ik heb deze in een maatje S. Hij ziet er wel wat groter uit. Ik heb deze dus in een maatje S. En deze kost ook weer €5,99. Dan dit topje. En ik vind het echt een heel leuk topje. Hij zit echt heel lekker. En ja, hij heeft ook een hele mooie pofmouw hier. Dus ja, ik vind dit echt wel heel erg leuk. Oh. Op de site leek het blauw, maar ja, het lijkt wel een beetje lila-achtig. Het volgende outfit is namelijk dit ja, soort spijkerjurkje look. Eigenlijk zo'n blousejurkje. Het is eigenlijk heel erg basic of zo, maar ik denk dat het dus best wel heel erg leuk is. Met een riempje of zo. Ik weet niet, ik moet dit item echt even aanzien. Ik heb deze dus in een maatje S, maar het is dus echt zo'n blousejurkje. Het voelt ook als een blouse aan en dan heeft hij hier wat, is het hier gesmokt. En dan loopt hij hier weer wat wijder uit. Dus ja, ik denk dat dit wel heel erg leuk is met van die cowboy laarsjes eronder. In het zwart of in het beige. Ja, op de site ziet hij er wel iets leuker uit dan in het echt of zo. De kleur is ook echt heel anders. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Maar op de site lijkt hij echt gewoon een beetje blouseblauw, zeg maar. En in het echt is hij echt een beetje lila paars. En ik vind dat blauwe wel wat leuker. Maar oké, we gaan het zien. Dat is deze. Volgende outfitje vind ik echt verbazingwekkend leuk. Ik moet alleen deze knoopjes hier dicht doen. Maar daar heb ik even geen zin in. Dus dit hoort zo strak zeg maar te zitten. Maar ja, ik weet niet. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Het is een soort blouseje. En dan zit hij hier weer wat strakker. En dan loopt hij hier weer wat wijder uit. Ik denk als je hier van die cowboy boots onder doet. Dat het echt mega leuk zit. Hij schijnt wel door. Dus ja, je moet er wel een broekje of zo onder doen. Maar ja, heel leuk. Dan heb ik nog een jurkje. En deze vond ik ook wel heel erg leuk voor wat nettere gelegenheden of zo. Of als je, weet ik veel, een presentatie moet doen. Geen idee. Ik vond deze heel erg leuk. Dat is namelijk dit jurkje. En het lijkt een beetje op zo'n blazerjurkje. Maar dan heeft hij dus nog, ja, hoe ga ik dit laten zien? Zo'n touwtje zeg maar waar je het mee strak aan kan doen. Wederom is dit weer een item wat je echt even moet aanzien. Want het kan er juist super goedkoop uitzien of juist weer heel erg leuk. Ik hoop natuurlijk dat tweede, dat het niet te goedkoper uitziet. Ik heb deze in een maatje S. En deze kost ook €16. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, van dit jurkje, dit witte jurkje, begrijp ik echt helemaal niks. Ik heb net de site, de foto, heel goed bekeken. Maar het is dus zo'n wrap dress. Wacht. Je hoort hem zo aan te doen, zeg maar. En dan kun je hier zo... Kijk, waar is die? Nou ja, in ieder geval hier een strikje maken. Maar dit strikje, die van die andere kant zeg maar. Er zit hier nergens een gat of zo. Ik heb echt alles bekeken waar je hem dan doorheen kan halen. Waardoor je hem hier kan strikken. Dus dit kan ik nu nergens aan vast doen. Ja, misschien zo en dan hier een strikje maken. Dan zit het zeg maar wel zo. Maar dan bungelt er hier. Daar bungelt dan nog. Ja, nee, dit klopt niet. Dus ik snap hoe het werkt. Maar er zit nergens een gat waar je dat draadje zeg maar doorheen kan steken. Dus ik begrijp hem niet helemaal. En hij schijnt een beetje door. Heel jammer. Ik denk dat hij namelijk wel heel leuk was geweest. Maar ik begrijp hem niet. Dus laat me weten in de comments als jij hem wel begrijpt. Want er zit nergens een gat waar dat lusje zeg maar doorheen gehaald kan worden. Dus I don't know. Het volgende item is een broek wat je niet van mij zou verwachten. De laatste tijd ben ik een beetje in een... Zit ik in een kledingcrisis? Ik weet gewoon niet zo goed wat ik nou leuk vind of zo. Het is heel gek. Als ik voor de kassa denk, ja, wat moet ik aandoen? Ik vind het allemaal niet leuk. Terwijl ik echt superleuke kledingitems heb. En ja, ik heb dus eigenlijk nog nooit een skinny broek gehad. Ja, vroeger. 3, 4 jaar geleden, zeg maar toen 15 of zo, droeg ik altijd wel skinny. Maar ik vind het dus niet zo mooi bij mij staan of zo. Ik weet niet waarom. Maar ik heb een skinny broek besteld. Ik dacht, ja, met een hele grote oversized sweater erboven vind ik het wel leuk, denk ik. Dan is het ook niet leuk om een hele wijde broek aan te hebben, zeg maar. Dan is het allemaal zo wijd. Dus ik dacht, als ik nou 1 skinny broek bestel, dan heb ik dat in ieder geval. Dus het is deze. En ik moet zeggen dat ik dit niet zo mooi vind, dat dit een andere kleur is. Ik kan hem eventueel... Oh ja, nee. De binnenkant is ook grijs. Nou ja, so be it. Hij heeft dus wat lichtgrijze details. Dat zie ik dus nu pas eigenlijk de achterkant. Maar de voorkant vind ik wel echt heel erg mooi. Het is eigenlijk gewoon donkergrijze skinnybroek. En ja, dit leek me gewoon echt handig om gewoon te hebben. Boven dus een
of onder een grote sweater. Even kijken, de broek kost 18 euro. En dan de broek eronder. De broek zit echt mega chill. Echt niet normaal. Echt heel lekker stretchy. Ik kan er alles mee doen. Het is echt heel erg fijn. En hij sluit ook echt super mooi aan. Dus ik ben echt wel heel erg blij met deze skinny broek. De lengte is ook echt perfect voor mij. Dus hier ben ik echt blij mee. Grote sweater erboven. En ja, helemaal leuk. Het volgende item kan heel erg leuk boven deze broek staan. Dat is namelijk een hele grote leuke cardigan. Ja, dit vind ik dan wel weer echt heel erg leuk. Je moet ervan houden. Ik vind hem leuk. Het is gewoon een cardigan die je in de winter of in de herfst echt veel draagt. Tenminste, dat doe ik best wel veel. Maar ik vond het zo'n leuk kleurtje en printje met van die daisies erop. Met witte daisies. En hij is gewoon lekker gebreid. Super zacht. Mooi zacht roze kleurtje. En de knopen zijn ook roze. En als je deze dan een beetje open doet, zo met een witte body of zo eronder, dat je een beetje een schoudertje ziet, vind ik zelf wel heel erg leuk. Dus dat is deze cardigan. Hij voelt echt heerlijk zacht aan. En deze kost 19 euro en heb ik in een maatje S. Hij valt wel lekker groot, maar ja, ik hou er wel van. Nou, en dan dus deze cardigan en ik vind hem echt helemaal geweldig. Ik zou hem dus niet boven zo'n blauwe broek doen of zo. Ik zou hem lekker op een zwarte of witte broek doen. En dan zou ik dit knoopje lekker open doen. En dan misschien een wit topje eronder of een bralet of zo. En dat je hem dan lekker zo draagt. Ik vind hem echt heel schattig. Dus dat is deze cardigan. Hij is ook echt heel warm en lekker zacht. Dus echt heel cute. Het volgende item is weer een broek. Ik zag deze en ik was echt... Hij ziet er echt mega groot uit. Ik hoop dat ik hem pas. Oh. Ik heb deze namelijk in de maatje 36. Oh, die plukje die gaat de hele tijd los. Ja, ik heb alles in de maatje 36 gedaan, maar deze ziet er heel groot uit. Dit is namelijk zo'n destroyed, ja, spijkerbroekje. Het ziet er wel echt mega groot uit, dus ik hoop dat ik hem pas. Maar het is wel heel vet. Dus dat is deze spijkerbroek, altijd handig. En deze broek die kost 17 euro. En de broek, die zit echt super chill. Echt perfect eigenlijk. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dan zijn we er nog niet. Ik heb namelijk ook nog schoenen besteld. Of eigenlijk hakken. Ik zocht al een lange tijd echt goede zwarte hakken. En ik zag deze en ze zagen er leuk uit. Dus ik hoop dat ze ook fijn lopen. Het zijn namelijk deze hakjes die je dan nog zo kan strikken. Zeg maar een beetje om je been heen. Dat vind ik zelf heel erg mooi. En hij heeft een wat dikkere hak. Dus ik denk dat dat ook heel erg chill loopt. Dus ik ben benieuwd. Dit is ook heel erg vet boven zo'n destroyed broek. Dat je dan een beetje stoer mixt met, ja, een hakje. Een classy item, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Deze hakjes. En de hakjes die kosten 16 euro. En dan de hakken. De hakken zitten ook echt heel leuk bij deze outfit. Ze lopen ook heel chill. Ik heb hem nu een beetje tot hier geknoopt, zeg maar. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Leuke hakjes. Het volgende item is weer een broek. En dit is een heel lichtkleurige blauwe spijkerbroek. Maar ik vind hem zo mooi. Hij is namelijk weer lekker high waist. Hou ik van. Echt, ik vind dat echt te chill zitten. En voor de rest is loose fit. Dus hij valt wat wijder. Gewoon de hele pijp is zeg maar wijd. Dus niet dat hij een flared heeft. Maar gewoon wat wijder uitloopt. En dan heeft hij dus nog van die scheurtjes en... Ja, een beetje destroyed wederom. Ik hou er wel van. En deze broek, die kost 19 euro en heb ik in een maatje 36. Dan deze broek en die zit echt super goed. Ik ben er echt heel blij mee. Hij zit gewoon hierboven echt heel chill. Sluit er gewoon echt perfect aan. Alleen de onderkant is wel echt wat te lang. Maar ja, als je er hakken of sneakers onder doet of misschien wat meer oprolt, zeg maar. Dan zit het wel goed. Nou, moet ik wel goed doen natuurlijk. Dus dat is deze broek. Het volgende item is echt heel leuk voor de herfst. Ja. Het is echt vreselijk. Ik ben altijd in de zomer al helemaal bezig met de herfst en in de winter. Dit moet ik even aanzien. Het is namelijk dit, ja, truitje, shirtje. Ik weet niet wat het is. Het is in ieder geval heel dun. Dus als het echt nog iets warmer is, zeg maar, dat je nog geen trui aan kan, is dit wel perfect. Want hij is echt wat dunner. Maar het ziet er wel een beetje goedkoop uit. Maar ik zou even vertellen hoe ik het
in gedachten had. Het heeft namelijk een V-hals. En ik dacht, als ik hem in een maatje S bestel. Oh, ik dacht in een maatje M. S. Dan viel die denk ik heel groot. Want hij ziet er ook groot uit. Dan kan ik hem een beetje zo over mijn schouder doen. En dan met een bralet eronder is dat misschien wel heel leuk. Maar ik twijfel of die dan niet net iets te... Ja, die... ik denk dat die V-hals net wat dieper had gemogen om hem over je schouder te kunnen doen. Dus ik betwijfel of dit kan, wat ik in mijn gedachten heb. Maar anders is het ook wel een chill shirtje, vestje, truitje, I don't know. Maatje S dus. En die kost €8,99. Dan dit truitje. En die zit echt veel leuker dan ik had verwacht. Kijk, zo had ik hem in gedachten. Een beetje zo over je schouder heen. Wat nonchalanter. Echt heel leuk. Ik vind het kleurtje ook echt heel erg leuk. Ik heb hem nu dus half in mijn broek. Maar je kan hem eventueel ook gewoon een beetje zo onder je BH doen. Dan zit het nog wat korter, zeg maar. En dan, ja, dan heb je een beetje buik. Maar ja, ik vind dit echt een heel erg leuk truitje. Dus hier ben ik echt blij mee. En echt een heel leuk kleurtje. Volgende item is een broek die ik al een keer heb gehad. Maar dan niet van de Shein, maar van een webshop. Ja, hij lijkt hier gewoon heel erg op. En die was mij toen echt te klein, zeg maar te strak. En deze ziet er wel heel goed uit, dus ik hoop dat ik hem pas. Het is namelijk een grijze, ja, mom jeans. En hij is wederom weer een beetje kapot. Dat vind ik zelf heel mooi. En hij is dus lekker high waist, dus dat zit altijd fijn. Hij ziet er op zich wel groot uit bij de benen. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed zit. Maar we gaan het zien met de aanbeelden. Dit is gewoon altijd handig om te hebben. En ook heel erg leuk met dat truitje wat we net lieten zien. Dus dat is deze broek. En de broek die kost €24. En dan deze broek. De broek zit echt heerlijk. Hij zit echt lekker hoog. Mijn navel zit hier zo. En ja, hij is echt leuk. Hij is wat wijder aan de onderkant. Vind ik zelf ook wel heel mooi. Deze zit echt heerlijk. Dan heb ik een item. Ja, die ik ook wel heel leuk vind. Maar waarvan ik nog even moet kijken hoe ik het ga stylen. Maar dat is dit. Hoe noem je dit ook alweer? Ik weet niet meer hoe je het noemt. Volgens mij een pullover. Maar dat is deze. Hij is blauw met witte wolkjes erop. Ik vond hem echt heel erg schattig. Ik heb hem in een maatje M gedaan, want hij zag er wat kleiner uit. En dan kan ik er wederom een witte blouse of zo onder doen. En dan zit het niet zo strak, zeg maar. Dan kan hij nog een beetje los zitten. En die kost €11. En je hebt hem ook in het babygeel of lichtgeel, pastelgeel. Dan dus deze. En deze zou ik dus combineren met een witte blouse eronder. En dan dat witte rokje of zo. Dat is namelijk deze. Hij zit echt heel erg leuk. Heel schattig. Dan heb ik nog zo'n giletje-achtig in het spijker. Dat is namelijk deze. En dit is heel leuk voor over een wit jurkje heen of zo. Wederom weer een beetje destroyed van die ruffeltjes. En leuk spijkerkleurtje. Ja, ik vind dit echt wel heel vet. Dus deze. En deze heb ik in een maatje S. Maatje M. Ik heb hem in een maatje M gedaan, zodat hij wat oversized viel. En deze kost, even kijken, €18. Dan dit spijkergiletje. Ik vind hem echt super leuk. Onder de, of boven dus zo'n wit jurkje of zo. Zo had ik hem ook in gedachten. Dus hier ben ik echt blij mee. Dit vind ik echt een leuke toevoeging van je witte jurkje of van je outfitje. Dan heb ik nog een topje wat echt super handig is om gewoon te hebben. Ja, ik moest even kijken of de kleur wel leuk is. Maar ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. In de herfst en zo is dit gewoon echt super chill. En naar school is het altijd handig om zo'n topje te hebben. Het is gewoon een basic bruin topje. Op beeld lijkt hij een beetje bordeauxbruin. Maar is wel echt bruin. En dan heeft hij lange mouwtjes. Hij is wat, ja, niet per se cropped, maar ook niet lang lang. Dus gewoon een prima lengte bij een high-waisted broek. En dan een heel klein mini kraagje. Het is nog niet echt een colletje. Maar ja, ik vond deze gewoon echt handig om te hebben. En een heel leuk kleurtje voor in de herfst. Want in september, volgens mij is het 21 of 22 september herfst. Dus dat gaat sneller dan je denkt als je weer naar school moet. Deze heb ik in een maatje S. En volgens mij was deze ook best wel heel erg goedkoop. Ja, dit topje is €4,99. Dus echt de perfecte basic. En dan het topje. En het topje die zit ook echt heel chill. Gewoon lekker stretchy. Perfect voor gewoon bij zo'n broek. Dus ja, deze vind ik echt heel erg leuk. Nu we in de topjesfeer zitten, ga ik door naar het volgende topje. Leuk kleurtje. Voor mij mocht hij wel iets babyblauwer nog. Hij is een beetje blauw-grijs. Maar het is gewoon echt een perfecte basic top wederom weer. Van die, ja... Hij heeft van die streepjes, een beetje geript en een immens lange kol. Maar die moet je nog wel even zo omvouwen. Het is een lekker dun stofje, dus deze is weer perfect voor naar school of gewoon naar werk. Ik heb deze in een maatje S.
De site ziet hier wat, ja, wat schattiger uit qua kleur. Dit is wat meer blauw-grijs. Dus hij had van mij wat blauwer gemogen. Een beetje zoals de foto hier. Maar goed, ik vind hem nog steeds wel heel leuk. En hij kost €7,99. Dit topje. En dit topje vind ik echt super leuk. Gewoon echt een perfecte basic item. Leuk kleurtje. En een fijn colletje. Hij zit ook niet te strak of zo. Dat vind ik zelf persoonlijk ook wel heel fijn. Yay, dan heb ik nog een vest. Ik vind vesten echt heel erg chill voor als ik thuis werk. Of gewoon een beetje cozy op de bank wil chillen. Dus ik zag deze en ik dacht, ja, deze moet ik hebben. Het is namelijk echt een leuk kleurtje. Het is echt heel erg basic wederom. Een beige kleurtje. Beetje zandkleurig. En dan een beetje gehaakt of gebreid, whatever. Heel erg chill, lange mouwen en eigenlijk echt super, super simpel. En deze die kost €14. Dan voor op de koudere dagen dit vestje erboven. Echt heel erg leuk vestje. Hij is ook lekker lang, ik hou er wel van. Dan is het echt lekker cozy. En voor de rest, ik weet niet, het is gewoon heel chill. Ook leuk om een beetje zo te dragen. Bijna klaar, nog twee items te gaan. Het eerste item is een topje. En dit topje is echt heel leuk boven zo'n spijkerbroek die ik net allemaal heb laten zien. Daar kan het gewoon overal boven. Oh, het is echt een heel chill kwaliteitje. Echt wat dikker, dat is wel echt fijn. Dan schijnt hij denk ik ook niet door. Dit is het witte topje. Hij heeft van die, ja, hoe noem je dit? Een soort crochetachtig vormpje bij de borsten, zeg maar hier. En dan kun je hem hier nog aantrekken en dan is hij wat gedrapeerder. Dus heel leuk. Je kan hem dus zo dragen, boven je schouders. Ik denk niet zo, alleen zo. En voor de rest dus is hij lang, maar hij is wel wat cropped. Dus ja, perfect boven een high-waisted broek. Deze heb ik in een maatje S. En deze kost €9,99. Ik snap het niet helemaal, want ik heb dan nu wel een BH aan. Nou, die moet je denk ik gewoon uitdoen. Maar dan moet hij wel gewoon, zeg maar, zo zitten. Want anders klopt dit al niet, zeg maar, met je, ja, met de vorm of zo. Maar het is wel echt een heel leuk topje. Maar, ik weet niet, de bovenkant hier klopt voor mijn gevoel niet helemaal. Misschien als ik de BH uitdoe dat het beter is. Want er zit ook een soort van dikker stofje hier. Dus dan schijnt je tepel denk ik niet door. En misschien dat hij dan wat meer zo, zeg maar, zit. I don't know. En dan het laatste item zijn eigenlijk twee items. Het is namelijk een super schattig setje. In september kan het namelijk nog best wel een keer warm zijn, dus dan is dit echt perfect. Het is namelijk zo'n cropped blouseje met een beetje een pied de poel-achtig, ja, opdrukje. In het geel, een beetje mosterd-oker-geel. Echt super schattig. En daar hoort dus dit rokje bij. Ik hoop dat hij niet te kort is. Hij ziet er wel echt heel dun uit, dus ik denk dat hij doorschijnt. Ik heb het setje in een maatje 36. En deze kost €15 en heb je ook in verschillende kleurtjes. Dan dit setje. Dit setje die zit eigenlijk strakker dan ik had verwacht. Het schijnt ook echt, oh mijn god, mega door. Dat kan echt niet. Dus ja, je moet zeker een andere kleur eronder doen. Maar ik weet niet, ik heb echt niet de grootste borsten of zo. En het zit gewoon echt heel erg strak. En de achterkant van dit kan ik niet eens laten zien. Het is echt, het schijnt zo erg door. En het zit zo strak dat je gewoon helemaal een platte kont ik ervan krijg. Het is echt heel erg. Maar ja, het had anders echt wel heel leuk kunnen zijn. Maar nee. Nee. Kijk, dit ook. Die knoop gaat er bijna af. Is niet helemaal de bedoeling. Dan was dit alweer de Shein shoplog. Ik hoop dat je hem leuk vond. En dat je wat inspiratie op hebt gedaan als je straks weer naar school moet. Sorry. Geniet nog lekker van je vakantie nu op dit moment. En ja, vergeet dus de kortingscode niet voor 15% korting. Dat is dus deze. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Moeilijke kortingscode. Dit is hem. Het staat ook allemaal in de beschrijving. Dus check dat even. De kortingscode en de linkjes. Dus ja, bedankt voor het kijken. En laat me zeker trouwens even weten wat jouw favoriete outfit is in de comments.